willen dat ik nogal seksistisch ben. Dus ik zou alleen maar seksistische knoppen maken. Om een voorbeeld te noemen, een vriendin van mij postte laatst van... Shit, ik ben gezakt voor mijn tentamen, ik moet volgende week herkansen. En het enige wat ik dacht, is van ja, ik knijp in je tepels. Dat was dan mijn knop geweest. Is toch leuk, is toch leuk. Of als iemand post van ja, ik ga lekker op vakantie voor een maandje. Dan heb ik een knop die zegt, jij moet dood. Geweldig, ja toch. Ja, nee, jullie zijn het er niet zo met me eens. Ja. Ik werd vanochtend wakker. Wat voor... mevrouw, werk je? Ja. Wat voor werk doe je? Je werkt... Wat doe je precies? Bediening. Ja. Ja. Ben je wel eens wakker geworden 's ochtends en je was niet in de bediening-vibe? Ja, ik werd vanochtend wakker. Ik keek op mijn agenda. Dag, dames. Was ik niet zo grappig? De laatste meter gaat om 1 uur. Je hebt tijd. Ga zitten, alsjeblieft. Ah, een applaus voor de dames, omdat ze eerder weggaan. Je fokt wel mijn laatste grap, shit. wat zei ik? Ja, ik werd vanochtend wakker. Ja, nu is die laatste grap gefokt, maakt niet uit. Gewoon opnieuw. Wat voor werk doe jij? Je werkt in de horeca. Super spontaan dit. Wat doe je precies dan? Bediening? Ja, ja. Ben je wel eens wakker geworden en je was niet in de bediening vibe? Ja, kijk, omdat je niet te enthousiast doet, is het niet meer grappig. Nee, ik werd vanochtend wakker en ik dacht, hé, ik moet comedian zijn. Ja, had ik helemaal geen zin in. Grappig zijn zomaar. Zie je, die laatste grap is gewoon verpest. Ik ga een andere doen. Wie doet kantoorwerk hier? Wie werkt op kantoor? Jij werkt op kantoor, ja. Hij met hoe zeg je dat? Met zoveel angst steekt hij zijn vinger op. Je werkt meestal gewoon tot 5. Of 6, is een kutdag dan, hè? 7, wow, wat voor werk doe je dan? Nog een keer, wat designen? Characters designen. Het is in een kantoor. Ja, is fucked up shit, ja, ik begrijp het. Nou, ik ga jullie iets vertellen van comedians. Comedians hebben geen werk. Dus dit is wat ik doe. Maar als comedian mag je altijd, als je gaat optreden, een bepaalde tijd optreden. Dat is bijvoorbeeld, nu was dat 10 minuten of zo, mocht ik hier staan. Het was gezellig, jullie zijn eigenlijk een toppubliek. en na die 10 minuten, dan ga je naar je laatste grap. En nu is die al 2 keer mislukt. Maar dan ga je naar je laatste grap en dat is meestal de beste grap. Dat is de grap waarvan iedereen gaat opstaan, applaus geven en zegt, ah, hij was geweldig. Kennen jullie dat moment? Nee, eigenlijk was het nu het moment dat jullie zouden opstaan. Ja, precies. Nu was dat eigenlijk niet nodig geweest. Want wat ik nu wou zeggen, is dat als jullie op werk zijn en je kijkt op je klok en je ziet dat je nog 5 minuten hebt, ga je ook niet extra hard werken. Je gaat niet die laatste 5 minuten even al die mailtjes beantwoorden, iedereen terugbellen. En dat... Nee, je kijkt gewoon naar je klok. Ja, en dat applausje voor alle artiesten van vanavond en voor je.